En hebt u al gehoord van swaffelen? Het is nogthans door het Genootschap Onze Taal en de uitgever van de Dikke Vandalen uitgeroepen tot het woord van het jaar. Maar dat u het ook niet kende, pleit eigenlijk wel voor u. Wat betekent het woord swaffelen? Het wordt gezegd van mannen, het geslachtsdeel laten slingeren en moedwillig tegen een object aantikken, onder andere met het oogmerk hierdoor een ander of zichzelf op te winden. Ja, ik ben de eerste man van de hele wereld die de Taj Mahal gaat swaffelen. Met dit filmpje op internet begon de hype, door de Nederlandse zender BNN verder verspreid. Een Nederlandse jongen swaffelt het Taj Mahal monument in Indië. 16.000 veelal jongeren kozen via internet voor dit woord. Sommige van deze woorden zijn hypes, zijn trends, die overleven het uiteindelijk waarschijnlijk niet. Maar er zijn ook altijd wel nieuwe woorden die tenslotte in de Dikke Vandalen terechtkomen. Hè. De taal wordt elke dag uitgebreid met nieuwe woorden.